Kijkers, luisteraars, aanstaande vrijdag kijken en luisteren. Zitten met Henk, samen met Pieter Wilders. Dus best meer een skrill. Ik heb meer een creatief talent dan een muzikaal talent. Ontroerd eruit zich voor de schilderij. Ja, dat keek oren. Dus, ja. Dat zeiden ze vaak. Ja, ja. Altijd ja maar. En dan betekenen ze een reden om het vooral net te doen. Nou, dat ben ik geen ondernemer. Nou, we zitten hier op een mooi plakje, hè? Ja, dat is prachtig. Prachtig waar. Ja. We zitten hier bij de Blokhuispoort. Kijkers en luisteraars, ik zit hier met Pieter Wilkes. Man, leuk is de best. En nou, we maken er een mooi middag van. We zijn wel benijd. We stonden al je maaimakers in je lippen. En ja, de bekendste troubadour van Friesland. Oh nee. Dat was het. Ja, toch? Ja, toch? Nee. En hoe, maar hoe is de troubadour? Waar komt dat vandaan? Ja, op een gegeven moment die ik eens een paar jaar optredens maar alleen de gitaar. En de media die weer erbij en die, er zien alleen oude kranten die op een gegeven moment Pieter Wilkes, de Friese troubadour. De Friese troubadour, ja. Ja, en dan is hij in 12 zelfs, hè? Dan ben je een Friese troubadour, toch? Ja, toch? Ja. En dat is niks meer mooi, toch? Nee, niks meer. Ja, je hoort het daar zo steeds singer-songwriter, maar dat is dan een Engels woord, hè? Dus Veskeskrouwen. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie kleding. Ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Ik schreeuw Veskes. Ja, maar waar komt dat waar, Pieter? Daar heb je natuurlijk een opleiding volgen. Ja, maar ik heb net een muzikale opleiding. Nee, helemaal net. Nee, totaal net. NPS? Zei iets? Technische opleiding? LTS. LTS? Timmerman. Timmerman, oké. Okay. En daarna de MTS. En na de MTS zie ik verschoren mijn nacht van squallen. Ja. Ja, squallen voor mij. Maar wat laat je dat dan? Een leraar of zo? Ja, ik. net het laat je mezelf het hoor. Maar ja. Ik heb wel een heel soort spul met leraren. Ja. Dat ben ik leraren. En hoe kwam dat dan? Omdat zo'n ambitie? Nou, ik ben net trots naar je, denk ik. Nee. En ik heb er moeite mee om me aan te passen. Om keurig in die klas te zitten, daar heeft dan net zoveel mooi. Nee. Want dat heb ik mijn sport. Ik heb wel een prode voetballer, ik heb wel keerst, maar ik. Ja, ik heb altijd spullen met scheidsrechters, met elftalleiders. Ja, net spullen, maar ze vonden mij een moeilijke jongen. Een moeilijke jongen? Ja, Pieter Wilkes, een moeilijke jongen. Ja, ik vond mezelf helemaal niet moeilijk. Nee, natuurlijk niet. Het meisje kon moeilijk met mij omgaan ofzo. En ik kon daar moeilijk mee omgaan. Dus het was een soort van wekselwerking. Het werkte gewoon niet. Dus in de hoes weer het helemaal anders zou. Is een brave jongen. Ja, ik zou het met hem nooit. Ik kan me haast net herinneren dat ik ooit spul gewoon had, mooi zou of mooi is met. Nee. Maar mijn broer en mijn zuster ook niet. Dat kan allemaal niet doen. Maar Paak en Beb ook niet. Paak en Beb ik net. Ja. En dat kost in de boetewereld uiteindelijk, in de heurde boetewereld, daar zitten we alles aan. Ik denk als Litsjonkje al te eigenzinnig. Denk ja. Ik. Ja. Elke kan daar mooi omgaan, of zucht dat. En je hoort het daar bijvoorbeeld in het onderwijs, als ik nou naar mijn eigen ben, is daar volle meer ruimte voor, volle meer begrip voor. Ja, hoeveel ben je een hester zelf? Klaar. Oké. Okay. Ja. Leuk man. Ja, die ben ik al volwassen. Ja, dat is heel mooi. Ja, als je dat tientje het hoort. Het hartje is kaf, zeg je wel. Nee. Goh, maar en ik was natuurlijk in de muzikale familie. Ja, daar wie altijd muziek. Die zit bij een soort korpsen en spelen verschillende blaasinstrumenten. Big band zet er. En waar wie dat in jouw plak? Massen. In Massen. Hij kan bij ons genoegen wel, Jeroen Leeuwen. Ja, want je bent oorspronkelijk best wel in Leeuwen binnen? Ja. En de familie aan de Zuidskant, dat ben Leeuwen. Dus Paken zit er bij ons genoegen. We spraken die spelen verskaten blazen met mijn vrouw. Mooi naam, Honkel Hond genoegen. Ja, dat vind ik wel mooi. Het weer het reële korps, het arbeiderskorps. Ja, dat mag er mooi. Ja, wij in Nijlippen, maar Nijlippen. Ja. Dat vind ik zo mooi. Echt een mooie naam. Ja, prachtig. Ons genoegen. Ja. Dus daar spelen die uit. En die mem? Die komt dus van Massum. En die is begonnen met accordeon. Hij had altijd accordeonles gehad. En dat ze kon ik knap accordeon spelen. Maar later hield hij mee toch sjongen. Okay. En het sjongen weer echt wel hard dingen. Echt in die koren sjongen en zo? Nee, jazz. Ella Fitzgerald achter. Oh. Zo? Ja, zo. Wat leuk man. Ja, en ze werkt echt wel goed, ja.
Ze wie echt wel goed. Ja. En daar woeze verder niks met wan. Dat woeze ik in dat circuit horen van nou, ik vind het wel mooi, zei dat er als hobby wat bij. Ja, want uit dat milieu komt. Ja. Wij zijn gewone arbeiders. Ja. En wij dienen ons sport en onze muziek erbij. Ja. In de vrije tijd. Maar net om daarin wat te bereiken of zo. Nee. Maar omdat we het altijd, in mijn geval, want ik ben de minst getalenteerde, denk ik. Oh? Van een familie, maar ik hier een oortalent, ik ben meer een creatieve figuur. Ik betracht van alles en zo. Ik schreeuw zelfs versjes en teksten en zo. Dus best meer een schreeuwer? Ik heb meer een creatief talent dan een muzikaal talent. Hmm. Maar ik heb er altijd een heel soort nocht aan gehad. En ik ben er altijd mee teruggegaan in mijn vrije tijd. En op een gegeven moment. Ja. Ik er een heel soort werk. Ja, maar nou die squallen, ik neem anders net direct de gitaar oppakt. Nee, dus daar heeft eerst een baan zocht. Ja. En wanneer wie dat? Nou, de ben je in 80, toen ik voor squallen aankwam, ja. Dan werd er ook al een crisis. Ja, ik al. Ik heb, kom het er nooit bij uit. Ik heb nooit eens weten, dat is altijd crisis. Ja, altijd crisis. Ja, altijd crisis. Jeetje, jongen. Ik heb nooit een vaste baan gewoon. Nee. Dus je bouwt ook niks op, je moet altijd weer op nijbeheer. Maar in mijn vrije tijd, maar die muziek, heb ik blijkbaar wel wat opgebouwd. Ja. En ik heb op een gegeven moment, ik ben in de jaren 90, ik de agenda groot vol. Ja, dat was vlak na die alles bekende alles ja. Tijden toch? Net als toen, is toch helemaal vol met optredens? Ja, dus ik denk van ja, waarom zal ik nog werken? Ja. En, maar vies dat net als werk dan? Was dat maar een gitaarpaard? Nee? Dat is niet werk. Dat is gewoon nee, ik zei ze, wel eens van... Ja. Ik ben nu 25 jaar, zo'n beetje 25 jaar dat ik van de muziek leef. Ja. Dus ik ben eigenlijk al 25 jaar mijn pensioen. Zo. Ja. Nee, het is, je laat er wel wat verdwaan. Ja, nee, okay. Maar dat is het heerlijk om te zwaan. Ik heb een cameraman, die houdt er ook altijd nog op. Ja. Hè? Die is ook heel muzikaal, maar ja. die houdt erop. En Jeroen dan net? Ja, ja. Ja, jij hebt niet wel. Maar als ik aan de muzikaal, misschien werd het nou eens wat, maar je nee, maar mooi man, dat kind nee, dus. Maar het is dat wat je het allerleukste vindt om te doen. Het allermooiste. Ja. En je hebt er ook een soort van, wat is het, passie of zo. Ja. Je kent je er heel dan in kwijt. Ja, en als je daar dan een bestaan uit haalt, dan wat wil je nog meer, wist je? Maar dat wist ik net ongelukkig toen, maar het over werk toch? Dus wat is het? Nee, dat timmer je. Timmer je? Ja, ik heb van alles dingen in de bouw. Ja. Ja. Neem het en ik heb het hier. Ja, op de rest al je. Dat is makkelijk. Dus dat is van alle markten tussen maar. En maar dan best dan in je getroep bij door. De schreeuwers in eigen vestjes, dat is toch wel heel bijzonder, want dat jij is net vallen. Ik ben vaak ook tekstschreeuwers, maar dan schreeuwers het al jezelf. Ja. Dan worst ik net vestjes van horen schreeuwen. Ja. Jongen bedoel je? Ja, maar zo ben ik begonnen. Ja. En later doorste ik wel andere dingen, omdat dat ook leuk is om te doen. Ik heb een heel Elvis-programma dingen een keer. En dan gewoon origineel. Hè? Ja, ja, ja. Dus de originele noemen ze, eigenlijk in het Engels. Oh, dat is Jokes dat zelf? Ja. En hij heeft een beetje die Elvis... Eigenlijk een Elvis-pak heb ik dan. Is dat ik? Ja. In de sound ik niet zien? Ja, ik wil net een Elvis imitator. Nee. En dat ken ik het net. Maar nee. Dat is even een zietstapje. Daar leer je wel een heel soort van. Want Elvis is natuurlijk een fantastische zanger. Ja. Dus om die noemers te zingen, dan luister dat er wel heel heen. Dan luister het heel heen. Maar vertaalt die nummers ik alleen in Fries? Ik heb wel nummers van Elvis wel oorzaken. Ja. Oké. Okay. Maar dat was net de bedoeling. Ik wil gewoon... Dat is proberen, weet je toch? En natuurlijk, wat ik zei, je leest het later heen, maar dat is goed, weet je toch? Maar krijg je dan opdracht? Nee, gewoon zelf. Ik hoor het mezelf. En zo heb ik Cornelis Vreeswijk, heb ik bewust dat die boek wel oorzet in het Fries. Want ik moet je even helpen, Cornelis Vreeswijk, een bekend nummer. Nou, ze menden dan. De noze en de no. Ja, dat is hem. Ja, mooi. Ja, ja, ik vond die versjes van hem, en vooral die Zweedse versjes, ik denk dat past heel mooi bij het Fries. Dus dat zeg ik ook als een uitdaging. Vanuit het Zweeds, het oorzetten naar het Fries. En daar heb ik wel een heel soort van geleerd.
dat je moet je wel ontwikkelen, dus je moet wel bezig worden. Dan ben je continu ondernemen, want je wees best een ondernemer, hè? Want daar zitten we hier voor, hè? Want ik praat met ondernemers. Ja. En dan onderneemst het, dan heb je een besluit genomen, oké, ik ga ervoor, ik pak mijn gitaar, ik ga fresken schrijven, ik wil van Libië. Nou, dat wie letter? Ik geef je er eens handdoek en ambities. Oh. Ik wil gewoon timmerman wijzen en een beetje muziek maken als hobby en kleur. Een beetje onder de radar blijven. Ja, net voor naar bedoelde. Ja, en, maar alleen als dan één keer, zo doe ik, de week een keer of 26 denk ik. En ik hier, nou ja, dat, dan baantje dit, baantje dat. Ik ga eigenlijk wel een beetje mijn nocht van. Ik denk, nou, ik heb wel een leuke hobby. En ik ga er gewoon voor de hobby. Ja, maar dat is wel echt ondernemer, hè? Ja, ja, maar dat doe ik pas. Dat is pas begonnen, doet ik in ieder geval 26 uur. Ja, ja. En daarna, namelijk mijn hobby, hield het serieus. Ja. En het werk minder serieus. Van nou ja, ik bereik dan nooit wat in de bouw. ik ben gewoon een waardeloze timmerman. Nou, ik vind dat best niet lang. Ik zit ook altijd maar weer. Ja, ik bedoel, dat is altijd wel wichtig, toch? Bij wijze van spreken. Ja. En dan krijg je, want dan ben je dus dingen aan het opbouwen. Je maakt eens dus een keer een plaatje. Ja, toen biedt nog een plaatje natuurlijk. Je organiseert dus een optreden zelfs, hè, of een festivaltje. Of, dus, en dat vind je leuk. En dan word je, en dan staat gewoon, gaat het heel iets verder. Van, ah, dat wil ik wel nog. Op een gegeven moment dacht ik van, al die fresjes die ik nu overal en ergens spelen heb, mijn eigen fresjes, die wil ik gewoon eens vers lezen op cd. Want doen we het de cd-tijd, 93. Tjeetje. Dat doen in, want ik verzin er nog genoeg. En ik verzin in de muziek ook wel. Ja. Dus ik denk, ik spaar die gewoon voor een cd. En ik hier in de studio. En investeerst daar gewoon in? Ja, ik investeer gewoon in een cd. En dan heb ik een selectie maken van wat voor nummers wil ik er dan op hebben. Maar de cd moet ook een beetje een geheel wijze. Of het moet genoeg inzetten, het moet wel interessant blijven. Maar vies dat toen net spannend? Want Friesland is net zo heel groot. Ja, en hij is maar 600.000 Friesen. Ja. Maar de merk is net zo heel groot en dan neemt ze een bepaald risico natuurlijk. CD. Nee, maar is geen risico. Is geen risico. Nee, maar nou heeft het zelf bekostigd. Ik wil dat gewoon heel graag doen. Ja, en een schijn wat het wordt. Ja. En, en dat er een finale te klauwen. Doet die CD er weer. Ja, die CD waar draait er gewoon bij Friesland en dan komt het in een hele oor circuit. Dus het was heel iets groter. En wat is dan het bijzondere? Dus ik kreeg alleen maar meer worden. En wat is dan het bijzondere in die schreeuwkunst dan? Wat wie dat dan? De bloesjes of wie dat ik al leg? Ja, sure, de kroopjes, dat is een tekst van Jurjen van der Meer. Dat is een tekst van Jurjen van der Meer? Ja, en Jurjen die kwam een keer maar die tekst bij me en toen dacht ik van, oh, dat is een heel leuk festje van te maken. Ja, dat is toch net. Ja. Dat is een heel mooi festje, ja. Want dat heb ik laatst, ik kwam op radio Jet en daar herken ik mezelf helemaal in. Ik denk dat dat is, verstaan de teksten, de wind doe ik nog net zo vol. Anders is dat gewoon een persiflage op de Amerikaanse rock and roll. Dan zien ze over jongens ook over seks, drugs en rock and roll en grote auto's en vrouwen die versieren of indruk maken willen. Ja, doe in die tijd een heel soort festjes voor mij gingen daarover. Maar die winden nog net in het Fries, of haast net. Nee, dat is net en echt typisch Fries. Alleen, ik maak daar een persiflage op. Ik schreeuw het ook. Mijn eerste autootje was een Peugeot 104. Ja. Dus ik schreeuw net over een Chevrolet. Nee, ik schreeuw over een Peugeot 104. Ja. Dat soort dingen. Ja. Dus ik bracht het wel naar het Friesland van Doe. Een soort kameraden van mij die het in een open manta. Dus ik maak je vast voor een open manta. Maar dat weer denk ik heel herkenbaar van heel soort meisjes. Ja. Nou, dat is misschien de kracht geweest. Ja. Ja, want het was het helemaal in alleenig. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hè? Als ondernemer, dat al je ondernemen. Ja, maar daar wil ik mee doen helemaal net van maar bewust. Maar wie is dat bewust maar bezig? Maar dat was het niet bezig. Maar nou wel. Ja. Nou wel. Maar dat is groeit. Ja. En die cd, daar kwam een tweede cd, dus dat ging maar terug. En toen kreeg ik heel dit meer. Ik kreeg het nog meer aardig hier toen, maar ik vond het ook leuk om
dingen te proberen. En zo van, ja, maar wat zou ik misschien nog eens dwaan willen en kennen en zo. Ja. Nou, en dan, dus je bent wel op zoek naar je mogelijkheden, innovatie, ja, en dan, elke dan, keer wat nice bedenken. En dan, dan ben je nou, we heel iets ambitieuzer en we heel iets meer ondernemer. Ja, ja. Leuk. Ja. Ja, dat is prachtig. En, ja. Ja, en dat je het dan zo trof, Fries Festival naar Fries Festival. Ja. Er gebeurt van alles. Ja. En je bent met tenten op paard, je met grote projecten dingen. Ja. Dus als we niet van crisis naar crisis. Ja. Maar zou hier niet wezen, hoor. We hebben al een paar crisis in hand natuurlijk. En, ja. En hoe liggen het nou? Ja, dan zitten we weer in een crisis. Nee, maar dat is ook, als je ondernemer bent, en zeker in de, als je muzikant bent, hè, dat weet je eigenlijk, van te, of je hindert van tevoren weten kennen. Ja, zo gaat dat. Dat gaat altijd. Zo, is dat? Ja. Kom je bekend voor je? Ja. En ik heb bijvoorbeeld in de jaren 90, hele grote geld van mijn begrip, hè? Als Montje alleen nog. Dat best al helemaal. Heb ik best al helemaal ben. Dat is nou, nou echt voor de hobby. Nee, want ik heb door een hele mooie tijd gehad en ik heb heel goed verdienen. Ja. Nou, maar toen kwam de financiële crisis. Ja. En in die financiële crisis zie ik ook midden in schering. Nou, dan wist het wel. Ja, dus nou, alles nou, ik weet het nog net, maar. Alles wat ik zeg maar opbouwt hier. Of, ja. Ja, dat is dus doe al je opgang. Ja, wat een vervelende toestand. Ik door die financiële crisis moest ik diep in mijn reserves. Ja. Nou ja, uiteindelijk kwam ik dik in de reet te staan. Ja. En maar dan was ik weer verder. En dat ik nog krijg weer wat op een rit. Ja. En ik weet daar nog krijg weer uit. En ja, dan krijg je die coronacrisis. Jeetje, mina. Met de corona om mijn hoofd. Ja. Ja, maar het is in de kerst wel, zei ze van, oh wat erg, en dan kan ik dit net meer en dan kan ik dat. Nee, die wat zijn nou de mogelijkheden, wat kan wel. Dat ligt misschien wel een type van wat we nou ondernemen om hier Ik heb het geluk dat ik maar alleen nog een gitaar voor een liedse groep mee kan spelen. Ja. Dan heb ik misschien net een hele grote inkomsten, maar ik heb wel inkomsten. Ja. En ik heb ook weinig onkosten. Ja. Dus alles was dan erbij kruist, is dan winst. Die onkosten, ja, die werden een beetje de ondernemer praten, die onkosten die met leeg bleven. Ja. Dan nou, bijvoorbeeld twee jaar nog, met summertime, 2018, ja, dan neemt ze weer enorme risico's. Hè. Dan moet dat hebben Sipen en ik te jaren dienen. Ja. En wij stien te jaren eigenlijk voor de begroting. Ja. Nou, dan neemt het wel een risico. Want die tenten moeten staan, we stonden een paar dagen met beveiliging bij. Ja, dat jij het wat toen het 18 was naar operaars, hè? Ja. Ja, dan moet er geen corona uitbreken. Nou, dan weer dat een ramp was. Dan weer een ramp was. Nou, gelukkig is dat net gebeurd. God, nee. Wat maar we gingen wel een strap in dakken, maar trok het waar, koort net terug in de. Dus die tenten, die stierden er al. Ja. Maar het kon net terug in. Wat is een rotgevoel? Is dat een rotgevoel? Ja, dan heb je een strap. En een stist erbij, hè? Ja. En ik weet dat, als dat niet nog herinnering is, maar ik heb dat zelf ook mooi maken, hè? Mijn bluff een keer. Ja. Ja, wij hebben een keer proberen om bluff naar de PC optreden te laten. Ja. En dat moet ik helemaal fout. Ja. En dan is het dramatisch. Ja. En dat is een waar probleem. Ja. Maar dan heeft het ook een probleem. Ja. En dan komen dan, dan hier het al je net terug. En dan is het hè? Ja, dan heeft het een dikke strap. En dat doe je dan voort ik net weer. Nee. Maar ik zal net zeggen dat ik het nooit weer doe. Nee, ook als het weer wat opbouwd had, wat meer reserves weer hadden, dan kan ik wel weer zo'n gok wegen. Ja. Want dat is wel heel mooi om te doen. Ja, het is natuurlijk een prachtig project en dat het gelukt. Ja. Dat is ook wel een wijze, toch? Maar je nou, maar het weer even. Ja. Waarom naar de basis en het weer bij nul op. Ja. Bij nul. Ja. Probeer je op te bouwen. Ja. Nou ja. Maar ja, dan moest je nergens optreden. In principe, ja, dat zat voor iets in groepjes. Ja, maar dat was zelf waar. Een horecaondernemer. Die dwart nog net. Hè? Nee. Want ik zou hier nou wat spelen kunnen. Ja, dat overdrukt ik even toch? Maar dan hoeveel meisjes komen er? Nou, ik ben nog maar jouw, dan kunnen we rijden we wel op. Maar wel, hè? Of jouw, maar wel optreden. Nee, maar snap je? Ja, ik snap hem. De meeste kroegjes of restaurants waar ik speel,
kan, ja, dat is gewoon, het risico is nog te groot dat er een controle komt en dat een horecabaas jou het hoeft door boete krijgt. Dat was net. Dus wat ik wel doen kan is bijvoorbeeld een particulier die een grote tuin had, vraag je, mag ik je een tuin gebruiken? Oh, dat mooi wel. Ja, en dan organiseer ik, dan zorg ik dat er eten en drinken is. En maximaal 30 man. Was de looproute uitstippelen. Ja, en voor jou al je die net wel weer oren met rug gaan zitten. Ja, en dan als ze dan, ik zeg maar wat, 30 man en die jouw alle 30 een tientje de man, dan heb ik 300 euro verdiend. Ja. Bruto. Ja. En dat is misschien net volle. Maar het is toch wat? Nou ja, samen zou het dan ik. Ik heb nog een paar dingen en het is echt nog heel erg leuk. En meestal verdien je het echt nog heel goed. Ja. Dus ik ken ik best wel eens dat ze later een werk komen. Ja, en misschien, ja, de mensen, omdat ze nu in een orde, alle jaren in een orde situatie ja. zitten, is ja. dit misschien ook wel weer een ja. nieuwe merk. Ja. En dat zegt, nou, dit is misschien voor de particuliere merken misschien wel heel leuk. We nodigen ja. Pieter uit, we hebben een feestje. Ja. Ja. En we nodigen Pieter met zijn gitaar uit. Ja. Frieske troubadour ja. en zetten we hem op een meter ja. en die ligt wel lekker spielie. Ja, maar dat is net helemaal de bedoeling. Want de maakt wel weer waarom. Naar de horeca, ja, en naar de grote singel. Per 1 juli dan is het ook maximaal 100. Ja. Ja, dan heeft meer mogelijkheden, maar ja. dan moest eigenlijk als ja, dan moest het zonder dan misschien nog net binnen door kunnen in een horeca gelegenheid, maar wel boeten ergens, ja. En dan moest eigenlijk de catering wel doen aan ook een horeca. Ja. Maar, nog een rondje, en nog een rondje, en nog een rondje linksom. Je hield dit bij hetzelfde, want ik hoor de eindstreek om. Nog een rondje, en nog een rondje, ik kom voor maar in prins. Hudder, 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 importeer mij het ijs. Ik steen wat op de ijzers, ik snij de bochten om. Mooi voordeel van een kruising, denk ik, het gaat om. Ik zil maar in een slipstream, maar de verzuring is begon. Een voetbalveld is fjouwerkant en een ijsbaan is mooi rond. Nog een roetje, nog een roetje, nog een roetje linksom. Hield ik weer hetzelfde, want ik oor de eindstreek om. Nog een roetje, nog een roetje, en ik jou niet belies. Hudder, 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 importeer mij het ijs. Ik let het ijs, het dorp aan, ik riep mijn eigen reis. Soms riep ik het in mezelf, maar het eert je hart in kees. Ik held het uit mijn tjen, mijn vlakke schema's ben ik wees. Een zwembad zit vol water en een ijsbaan is van ijs. Nog een roetje, nog een roetje, nog een roetje linksom. Hield ik wel hetzelfde, oort ik oor de aanstreek om. Nog een roetje, nog een roetje, ik ben een echte vries. Hudder, 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 importeer mij het ijs. Heel Leeuwarden! Heel Leeuwarden! En nog een roetje, nog een roetje, cameraman. En nog een roetje linksom. Hield ik wel hetzelfde, oort ik oor de aanstreek om. Nog een roetje, nog een roetje. Het is dat ik voor kies. Hier ben bloed het vriezen, boeten door en zucht en gries. Dus houd het warm dag, dan zak je ik met droge ijs. Ik zet ze weer een tiedel en misschien is het wel de prijs. Wat riep er nog meer, Pies? Allemaal halve stijl, net al het cerebree en green het cheese. Ik zis meestal alsjeblieft en een Engelsman zei. Cheese, please. Please. Het hele hier te reden, alle dagen op het ijs. Ja. Hudder, 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 importeer maar het ijs. Nou, dat dan. Woe! Prieter man. Sowieso dan al wel een beetje
de theaters, alles oeren we de slot op het door. Ja, maar helemaal nog niks. Nee, ja, dus je bent dan best afhankelijk van wat de politiek besluit. Ja. Die zijn ze wat willen net mooi. Wat vies dan de besluiten die ze nou nemen? Ja, ik vind het wel heel goed dat ze streng binnen en voorzichtig binnen. Net te gauw alles loslaten. Nee. Maar ik heb het idee dat we nou ook wel weten hoe het werkt, het virus. En dan kan het wat mij betreft wel wat soepeler. Ja. Want we moeten nou zien dat we de economie zo gauw mogelijk weer begonnen krijgen. We moeten weer een beetje bij de wal opklauteren, toch? Want dit het lange nood worden, ja, toch? En dan moest wel de regels in acht nemen. Dus wel afstand houden, net een hangen aan, dat soort dingen. Maar als je er een beetje om denkt, dan kun je net zo gauw een oor besmetten, lijkt het mij. Nee, als je de normale afstand wilt houden, zit je boeten, ja. Dan kan er net volle gebeuren. Dus een heel soort dingen hier volgens mij wel trok in kan al. Daar ben ik optredens voor mij af zijn, waarvan ik nou denk van nou, hier misschien wel, moest wel wat maatregels nemen, maar die hier misschien wel trok in kan. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat, en wat ik... En verzwaringsteuzen, daar heb ik nog een tocht. Ja, nee, maar dat doe ik. Maar dat heb ik al eens... Maar dan moest ik op... Want als jij dat moest kunnen knoopjes, jongens, dan met al die acties helemaal moest doen, joh. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld in hoogwerker zitten. Oh! En dan bij de balkonsdelf. Oh, wat leuk. Hartstikke leuk. Oh, is er geen bij mijn mem langs met een jong. Ja, nee, dat werk is geen toer al langs. Nee. Die hoogwerker is ik niet heel goed. Maar dat is wel muziek herkend. Mijn mem zit in Alphenstaat in Wietmarsum. Oh, oké. En ik ben wel in de speaker geweest in Haas. Oké. Ja, en dan gewoon de meesten, de bewoners zitten op het terras. Ja, ja. En ik op gepaste afstand gewoon spelen. Ja, dat is machtig man. Want muziek, dat maakt het natuurlijk een dosist daar natuurlijk in. En dan wist het altijd net nog. Maar die maakt het bij een heel soort mensen wel een heel soort los. En als ik dat sjug, bij zwier demente bejaarden, zoals mijn mem helaas is, is dat toch wel een middel om ze weer even erbij te betrekken. We merken ook dat in de cultuur. We merken ook dat wij ook een vitaal beroep hebben. Ja, ja dat is wel zo. Ja. Nou ja, dan merkt gewoon een meisje dat ze het toch wel missen. En dat ze toch wel graag... Want, hoe blijf je dan in vorm trouwens dan? Nou, ik blijf gewoon bezig. Ja, maar gitaar spelen, maar toch dan eigenlijk wel in die sociaal lim draafst nog een soort? Ben je dan lid van de keersvereniging? Sport is net echt gezond, hè? Sport is net gezond, natuurlijk. Op dus leeft het net meer. Nee? Nee, ja, een beetje recreatief bewegen. Okay. Dus je zit op zo'n apparaat, dus dan heb je die automatische dingen. Dan slingen ze allemaal apparaties. Maar dat heb ik net nodig, denk ik. Maar dan mag je nog even bewegen, ze nou dan toch? Ja, maar muziekmaatje is fysiek. Ja, ja. Maar ik zou altijd maar de apparatuur om me staan. Dus ja, dat is. Nee. Daar is om daar naar de steed, in de sportsgevallen, wat dan ik maar. Nog ben je toch net hier ook. Nou ja, ik denk dat bewegen op zich wel goed is. Ja. Maar. Curry, is ik goed? Ja, gewoon een oerkje in de tuin elke dag. Ja, dat is ook een nacht. Ja. En waar wennen ze nou op dit moment? Massum. Oh, nog steeds? Ja. Wer die Massum? Of nog steeds die Massum? Nou, altijd. Ja. Nog altijd die Massum. Ja. Oh, wat leuk je. Ja. En maar wie wennen ze nou? Agnes. Maar Agnes, oké. Nou, mooi man. Ja. Goh. Ja, ik vind het wel interessant. Wat brengt Marsum verder? Ja, dat is het dorp, daar ben ik opgegroeid. Ja. Is toch? En ik heb, nou ja, wat ik eerder zei, is kwallen, voel ik verschrikkelijk. Maar, ja. Maar. Maar het sociale leven, dat spreekt hij wel aan. Ja, Marsum is een heel leuk dorp. Ja. Leuke mensen al hier. Ik zou even zeggen, mooie mensen in. Ik maak er heel graag mee. Er zit net één verkeerde bij in Marsum. Nee hoor? Nou, anders net. Nee. Mooi man. Nee, maar dat is ik prachtig man. Dus die Frieske dwarpen, dat heb ik wel wat mooi. Hè? Dat heb ik heb gezegd, niet Marsum, maar ik had een machtig mooi. Al die mensen, al die gezichten en al die praaties, altijd gezellig. Nou ja, ik jonger weer, ook als jonger in Marsum, toen zit ik overal wel wat bij je. En dat is nog net meer zo. Maar dat komt ik door mijn werk. Ik werk hier nachts. Hè. Dat is nachts. Ja, ik ken eigenlijk net jongens naar een vergadering of bij een vereniging. Nee, dat ken ik net actief. Maar hoe vaak ben je al per week voort? Nou ja, maar daar heb ik wel repetities. Daar heb ik vergaderingen. En, dus ik ben eigenlijk. Nou ja,
alles bij elkaar. En nou nog. Hè. Kijk, en schreeuwt natuurlijk. Ja, ja. Heeft al wat door de corona's kunnen? Ja. Ik al? Ja, toen. Oh. Ja, nou, dus, is dat al achter hel of is dat nog vrij? Ja, dat is al achter hel. Ja, maar het is al een kofke, hè? Ja, dat ben ik nog moeten doen, een leertour na de corona. Oh. Dan kun je aanstaan een liefstukje van jaren leren. Nou ja, hoe pakken we het weer op? Hoe pakken we het weer op? Ja. Nee, dat noem ik, dat ben ik nog helemaal... Oh, dat is er net klaar, man. Nee, Veiligheidsregio Friesland, die heeft mij benaderen om wat te sezen. Nou, ik denk in een filmpje, toch? Oh, ja. Dat is niks voor mij, dus ik denk, dat maakt me net, ik maak ze er wel een festkoel. Oh, zo, en dat was dat, oh, zo. En dat is dan gewoon van, nou, meisken, bel mooi binnen door, hè? Ja. En dan is het, ben we... Gauwste waar, en dat leeuw ik, hè, en dat leeuw ik doe, en daar steen ik nog heel tijd achter. Dus je moet inderdaad wel de regels in acht nemen. Ja. Maar dat is nou West. Ja. Nou. Ja, dat. Dat weten we al. Dat, we zijn er allemaal dwanden. Ja, dat maken we nog altijd. Maar ja. We maken nou ook weer. Dus ja. Ik zong dan leeuw dat binnen door, maar nou net meer. Dus, we maken nou weer ondergang. We maken ondergang. Dat geldt net vooral, ja, de binnenmeisjes die matten, ze vormen ook nog binnen door blijven. Ja. Maar, en vooral dus de bedrijven, die matten waar ondergaan. De bedrijven moet los, ja. De jonge rij moet los, ja. Alles moet wel los, ja. Want dat moet net al te lang met worry. We moeten weer de podiums op ziekie, we moeten Pieter Wilkens weer in de harmonie hebben. We moeten, dat moet. Ja. We moeten gewoon weer inderdaad het genoommachine halen, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. Maar ja, wanneer? Dat is nog even de vraag. Nou ja, ik hoop je dat dus in juli dat het dan wat soepel wordt. Ja. Dus de herfst weer meer mogelijkheden. Nou ja, dan. Omdat ik de mazzel heb dat ik eigenlijk alleen maar een gitaar nodig heb, dat ik me dan al wat rijden kan. Ja, dan kan je die al gauw rijden. Ja, dan zorg ik het van mezelf wel weer. Dan rent als het ooit weer komt dat ik er dan nog van lipje kan. Dat weet ik niet, maar dat weet je niet. Nou, ik heb altijd nog een praatprogramma bij je. Het is altijd, het bloot voor de zaal, het is altijd onwis. Op dit stuit is het heel onwis. Ja. Alleen nog, ik heb dat met Kees en ik al, maar is nog een keer. Er is niks. De Kees zei van ja, het is onwis, ik weet niet wat ik doe. Nee, dan moet je wat doen. Dan moet je gewoon wat doen. Dan moet je gewoon een plan uitstippelen. Dan moet je wat ondernemen. Ja, precies. Ja, maar dat is het. En dat zit wel in die, dat zit ik wel in huis. We moeten wat doen, want we kunnen net wachten tot het oor is. Want het is net een buiken. Het is een heel lange buik. He, maar Pieter, als dan eventjes, waar wist toen nou echt, als toen nou daar heb ik heel gelukkig van. Dat ben een moment dat ik een heel goed gevoel heb. Nou ja, daar ben ik wel benijd van. Want dan vind ik die muziek al heel bijzonder. Maar er zit nog een moment bij. Nou ja, dus in deze coronacrisis, zullen wij nog een heel soort van leren kennen. Matten. Ja. Ik weet niet of dat de beurs helpt, maar. Nevens mij heb ik dat eigenlijk altijd wel weten, wat het in het leven om draait, wat is belangrijk. Nou, ik denk dat soms het allerbelangrijkste is. Dus zeker. Ik weet het net, misschien heb ik wat onder de leden, je weet het net, maar nevens mij ben ik zoon. Ik word augustus word ik 61. A-klapje. Zullen we dat maar kunnen hebben? Ik ben zoon. Ja. En ik heb eigenlijk nooit wat. Dus dat is al is heel bijzonder, mijn grootste geluk. Ik vind muziek, muziek is voor mij heel belangrijk. Ik naar muziek harkje. Dat alleen nog het maatje, maar dat ken ik echt. Maar ik ben ook een grote kunstliefhebber. Ik ken gewoon ontroerd raadje van het schilderij. Ja, daar kijk ik oren dus, ja. En dan, kies dat een oerenmachine? Ik heb een oerenmachine. Ja. Ja. Nou, dat wil ik een keer beleven. Dan wil ik dat schilderijmachine met een oerenmachine. Nou ja, dat wil ik ook. Nee, maar dat kost dan misschien wat tot rust dan? Ik? Ja, maar dat doet ik wat mooi. Dat doet gewoon. Het is een soort meditatie of zo is het. Ja. Maar je krijgt het aan de ene kant. Komt er emotie los of zo? Ja. Dat wat mooi, en aan de andere kant word je er rustig van. Of zo.
Je zit in een soort van moment. Dat is een heel mooi moment. Ja, en dat is een geluksmoment. Dat is een geluksmoment, ja. Ja. En dat heb ik bijvoorbeeld, alle horeca is nou dicht. Maar de eerste maaltijdsdag, de eerste echte mooie maaltijdsdag, ja, daar zit ik op een terrasje. Ja. Mooi een bierke, een sigaarke. En dan, dan zit ik alleen maar om je heen te zien. De mooie loft en het licht onder het water. Ja, bij Haas bijvoorbeeld. Och, jongen, dat is zo mooi. En de zuster zee. Oh. En dan kan ik oren zitten en dan doe ik niks. Nee, dan doe ik helemaal niks en dan zit ik alleen maar wat om je heen te zien. En het is prachtig. En hoe is nergens wat dat ding? Hoe is nergens wat dat ding? Dat is gewoon dan... En die tiet neemt ze dan niks? Ja, zeker. Zeker. Ja. Ja, want de tiet is heel wichtig in deze wereld. Hè? En het licht dan natuurlijk mooi met mijn vriendin. Ja, alleen nog, ik heb helemaal dan net de behoefte om met haar te praten. Nee. Dat denkt zij wel eens van, wat zou er wezen, wat is er weer stil. Nee, dat moment deel ik met haar. Dat moment dat pak je hem gewoon. Ja. Ja, en meer heeft gewoon net nodig. Nee. Dat is eigenlijk heel ambitie houden. Mensen wie je maar ambitie nog te vreden. Ja, ik ben net een van dat moet ik nog eens. Ik heb net een bucketlist. Nee, heb ik helemaal niet. Nee. Ik hoef net zo nodig dit nog. Het komt. Of ik moet daar nog eens van nodig heb. Ik heb dat nog eens gedaan, heb ik helemaal niet. Nee. Wat ik tegenkom, kom, wat toevallig op mijn paard komt. Daar ben ik wel. Ik denk van, oh bliksem, maar dit moet ik even vasthouden of hier moet ik even bestilstaan. Ja. Nou, dan doe ik dat. Ja, maar dat kan ik me voorstellen, als je ergens op een podium zit, dan is die een heel, ik heb die ooit wel eens een heel groot, maar een heel groot orkest zien ergens. Dat moet toch indrukwekkend zijn, dat je dat gevoel krijgt van, jongen, hier steen ik dan. Ja. Maar mijn gitaar, want hij zit al in de gitaar, maar er zit een heel orkest achter. Ja. En dat is daar. Ja, maar dat is ook iets. En dat die het dan toch niet heen, want dat kennen. Ik wil een vorm van emotie loskomen, liet het mij, want dat is toch heel bijzonder. Ja. Ja, dat is heel bijzonder. Ja, dat is misschien net bij stilstaan. Nee, maar dan snap je. Ik leer er nou mee omgaan, ik leer er maar leven. Ja, dat is. Maar in het begin dan snap ik er helemaal niks van. Er zijn maar twee toeren, dan sta ik op het podium, maar het en dan ook. Denk ik, nou, is dit zo'n snotneus? En het zit er. Een geweldig orkest achter hem. Ja, dus dat is toch bijzonder? Ja. Maar dat breekt wel, hè? Ja, dat breekt wel. Ja, maar als het grutsch gebeurt, hè? Ja, dat ben ik hartstikke. Je man, dat is toch fantastisch? En dan ben ik grutsch op als Friers, hè? Dat Tess aan Friers voorstier. Dat vind ik. Ben ik heel grutsch op. Absoluut. Dat meen ik, hè? Ja, maar dat overkomt je dan. Je hebt het idee van, heel hard voor werken om dat vargo te krijgen of zo. Nee, dat is zo ontstingen. Ja. Ze kennen het ook wel. In die muziek heb ik heb er altijd een hele tijd en heel veel energie in stutsen. Naar zulke projecten, dan neem ik grote risico's. Maar dan komen er een hele soort dingen op die paard. En dan zou je het van, dat doe ik al of dat doe ik net. Maar uiteindelijk best mijn pensioen. Dus ik bedoel, dat zou dat zijn. Het is een pensioengevoel. Ja, maar dat was dat allerleerste doorst. Ja. En dan kist een besteding uit haar. Ja, dat is het mooiste wat er is. Nou. Ja, dat wat is was toch er meer? Wat wil je nog meer? En dat gunstig ieder mens. Dat ook al 24 jaar. Ja. Nou. Ja, en ik hoop het nog 24 jaar. Ja. Nou, dat is zeker de beste. Ja, dat komt helemaal goed volgens mij. Maar goed man. Pieter. Jongen, nou, ik heb er nog een tip, want dan heb je natuurlijk ook tips gedaan, want dan heb je natuurlijk, dan wist hij zelf en dan is gewoon, dat feels go with the flow en wat me gebeurt, dat leer ik gewoon komen. Ja. Maar hij is er gewoon, dat is hoe ik een tip wijs ik in een ondernemer. Nou ja, dat heb ik wel vaker tegen mensen gezien en dan zeiden ze van, dat is makkelijk praten. Ja, dat heb ik ook, ja. Maar, nee, maar ben ik het net maar eens, ja? Dat die mensen. Nee, maar dat zeiden ze vaak. Ja, ja. Altijd ja, maar. Ja, maar. Ja. En dan betekenen ze een reden om het vooral net te doen. Nou, dat ben ik geen ondernemers. Nee, een ondernemer die zegt, een mogelijkheid. Ja, ondernemer. Dan probeer ik dat. Ja.
En ja, je kan op je bek vallen. Ja, dat kan. Ja, dat is dat maar juist. Maar ja, maar, en daarom doe ik het maar net. Ja, dan, dan nee, ja maar rond de spieter, die moet gewoon al je tegen. Dan kan je nooit op je bek vallen. Nee, maar er is ook niks aan. Nee. Maar dan zei ik van, wat vind je nou het allermooiste om te doen? Ja. Wat vind je nou het allermooiste? Wat zou je heel graag doen willen, de rest van je leven? Bij wijze van spreken. Ja. Nou, dan weten ze het vaak net precies. Nou ja, Dat is net makkelijk. Nee, maar je maakt wel keuzes, maatje. Ja. Want ik vond keertsen ook altijd prachtig om te doen. Ja. Maar ik heb heel bewust van wat oors keertsen. Ja. Golven, best nog een golven. Nee, muziek. Nee, maar als dat keertsen is heel wat oors. Dat is een sport, hè? Jawel, maar... Dan zeg je zegt keertsen voor de muziek. Ja, maar, ik wist van dat Toen ik een jaar of 26 weer, toen dacht ik van nou ja, dan gooi ik me helemaal op een, naast mijn werk, gooi ik me helemaal op een muziek. Dan kan ik net meer keertje. Nee. Dan kan ik net meer voetballen, nee. Dan kan ik net bij de kaartclub of bij de balletclub. Nee. Nee, dan is dat alweer gebeurd. Ja, dat klopt. Ja. Dus ja. Dan kan ik alleen nog maar muziek maken. Ja, klopt. Nou, dus dat, je maakt je keuzes. Ja. En dat is een goede keuze, West Pieter. Ik heb er ook nooit een moment spijt van gehad. Nee. Maar zijn meisjes die weten vaak net. Wat dat dan is. Nee. Dus toch, ja, dan is het al moeilijk. Ja. Maar als ze het al weten, dan zeggen ze van ja, maar dan kan ik nooit een bestaan niet opbouwen. Of dan kan ik nooit. Nee, ja, dan moet je dan proberen om dat dan wel. Ja. Dan heb ik inderdaad makkelijk praten. Ja. Want ik heb ook nooit gedacht dat ik van mijn eigen vestjes in het Fries, dat ik daar een bestaan niet op. Ik dacht op een gegeven moment, ik wil terug van nou ja, leuke bijverdiensten. Ja. Maar meer net. Nee. Ja. En uiteindelijk groeit het wel. Ja. Uiteindelijk is een hartstikke... En uiteindelijk, Friesland is Leeds en... Ja. Leeds en groot. Ja. Leeds en groot, vind ik. Ja. Nou ja, dan hoeft het zijn worst. Ja, ik ga. Maar als dat zou uitdrukken wordt, ja, de markt is heel Leeds. De markt is Leeds. En heel kwetsbaar. Ja. En ja, maar... Bedoel, ik doe het al 25 jaar en Mooi, mooi man. Dan moet er ook in, jongen. Dan moet er ook in. En gisteren moest ik nooit met pensioen. Dat werd ook pensioen. Dat best wel met pensioen. Daar sta je en jij er in gesprek. Maar kist er ook in, hè. Als best een kunstenaar, hè. Dan kies ik gewoon terug. Maar de dingen die is dorst. Go with the flow. Ja, de ring is toch echt. Je hebt toch gewoon een eind. Man, die man, daar hoor ik echt van. Daar houd ik van. Dat is een super icoon. En de ring is die het ook... Ja, omdat hij vond het het mooiste om te doen. Ja, en natuurlijk die man die lib ik was die vaak te hadden, dat ik geweldig. Maar dan, ik heb toevallig ook maar een working mocht en dat is heel bijzonder dat ik dat ooit, want ik ken hem dan ook redelijk goed. En, fantastische kerel, gewoon leuk. Uit pijn, uit marsum of uit pijn, want het is altijd goed. Mooi man, hey, ik vond het hartstikke leuk en ik denk dat de luisteraars en de juggers dat ik wel heel interessant vind om Dijs wat beter kennen te leren, Pieter. Nou. Tien gedankt voor dit gesprek. Oké, graag gedaan. Oké, thanks.